En ook vandaag hebben we weer een cybercrimezaak voor u. Deze man wordt in verband hiermee door de politie gezocht. Hij staat te pinnen met een pas die door spoofing is buitgemaakt. Iemand werd gebeld door een nep bankmedewerker en wijsgemaakt dat er vreemde dingen op de bankrekening gebeurden. Door een programma op de computer van het slachtoffer te installeren, kreeg de nepbankmedewerker toegang tot de computer. En terwijl het slachtoffer dacht dat hij geholpen werd, werd zijn bankrekening voor tienduizenden euro's geplunderd. De vraag aan u is, wie is deze man en waar kan de politie hem vinden? Laat van u horen. Bedankt voor het kijken en meedenken. En wil je nu ook bij andere zaken helpen? Abonneer je dan op dit YouTube-kanaal. En wie weet kun je ons helpen bij deze zaak of deze zaak. Bel met je tips 0800 60 70.